en start is gevallen. Nou, er doen nogal wat paarden mee in de duel om de leiding. Eva May aan de buitenkant, Holshoe, is op dit moment de snelste en gaat voorbij aan Farmonie de Jupil. Die krijgt aan de binnenkant naast zich Gaia Kiel, zodat Christophe ook niet naar binnen kan. Gaat hij waarschijnlijk door naar voren, daar is hij nu mee bezig. Alhoewel hij er nu ook achter kan en zo gaan de paarden de bocht door. En Christophe denkt, ja, dat is ruimte zat, ik ga erachter. En zo gaan ze die eerste bocht door met Eva de May aan kop. Eva de May, daarachter Farmonie de Jupil. Derde plaats is voor Gaia Kiel, vierde Frederike Norg. Vijfde plaats voor Granadella. Zesde plek daarachter is voor Favoriet Tattoo. En op de zevende plaats zijn ze inderdaad helemaal teruggegaan naar achteren. Happy Women. 14 tweede opening. En we hebben nog twee ronden te gaan. 2 kilometer met Jochen Holtschuh aan de leiding. De man die het in Duitsland op dit moment geweldig doet. Hij leidt hier met Eva de Mee. Daarachter op de tweede plaats Farmonie de Jupil. Duitsland voorop, dan België. En op plek 3 ligt Nederland. En dat is Stefan Schoonhoven met Gaia Kiel. Daarachter Frederike Norg. Dan gaat langzaam een halfspoortje naar buiten Granadella. Gaat eigenlijk Requester iets te langzaam. Granadella ook, die schuift vanzelf al een spoor naar buiten. Favoriet Tattoo blijft hem als een schaduw volgen. Gaat nu mee in het tweede spoor, want daar is Granadella toch terechtgekomen. En daarachter ligt Happy Women. Paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo is uit de koers gehaald. Dat konden we zien aan de paarden achterin die in de problemen kwamen. Het is Eva de Mee die leidt. 24 rond de tussentijd. Eva de Mee, daarachter op de tweede plaats ligt Farmonie de Jupil. Aan de buitenkant komen ze nu makkelijk dichterbij, omdat het zo langzaam gaat. Granadella inmiddels op plaats 3. Vierde aan de relingzijde Gaia Kiel. Aan de binnenkant blijft opschuiven Frederike Norg. Buitenkant daarnaast Favoriet Tattoo. En laatste Happy Women. Holtschuh kan het tempo bepalen en heeft het niet eilig, zoals onze Duitse vrienden dat zo mooi plegen te zeggen. Komt als eerste de rechte lijn voor de tribune weer in. En de man die iets meer haast heeft aan de buitenkant is Rick Wester. En die komt steeds dichterbij met Granadella. Komt de volgende tussentijd weer aan. En ook die zal in de buurt van de 20 zijn, misschien zelfs wel daarboven. Eva de Mee leidt nog altijd, gaat hem neerzetten. 17-8, wel net onder de 20. En Eva de Mee leidt. Holtschuh vindt dat paard in zijn nek niet zo fijn. Dat paard in zijn nek heeft ook een naam, dat is Farmonie de Jupil. Aan de buitenkant daarnaast Granadella. Daarachter Favoriet Tattoo, die makkelijk mee naar voren schuift. En ook Happy Women doet dat. En zo gaan de paarden de Z-Turf bocht weer in. En gaat het tempo nu wel duidelijk omhoog. Eva de Mee leidt nog altijd. Als een schaduw gevolgd door Farmonie de Jupil. Aan de buitenkant Granadella die het treintje aanvoert in het tweede spoor. Het treintje bestaat daarachter uit Favoriet Tattoo en Happy Women. Die krijgt een koers op maat. Heeft helemaal nog niks gedaan. En schuift steeds ietsje dichterbij. Ligt nu nog 4 lengte achter de koploper. En zo gaan de paarden de laatste 500 meter langzamerhand opzoeken. 16 rond is de tussentijd. En het is Eva de Mee waar de prop inmiddels zijn getrokken. Die als eerste naar de laatste bocht gaat. Galop nummer 5. Favoriet Tattoo gaat daar van de benen, vlak bij zijn eigen box. En zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding in handen van Eva de Mee. Aan de binnenkant gaat de Puit mee met Farmonie de Jupil. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nu kunnen we eindelijk eens zien hoeveel speed Happy Women heeft, want die komt er 3 dik aan. Happy Women naar het derde spoor gaat naast Granadella komen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hoe hard kan Happy Women eindigen? Dat gaan we nu zien. Happy Women aan de buitenkant is al in het voordeel. Happy Women in het midden van de baan komt de Puit ook mee. Farmonie de Jupil. Helemaal aan de buitenkant Frederike Norg. Gaan de laatste meters in. Happy Women ligt voorop. Happy Women. Go baby. Go, go, go. Tweede plaats is voor Farmonie de Jupil. En derde is Frederike Norg. 17-2 voor de winnaar.